De gemeente Heemskerk gaat het Gildeplein opnieuw inrichten. Wat vindt u ervan? Ik vind het goed dat het een opknapbeurtje krijgt. Of tenminste, het is nogal een behoorlijke aanpak. Dus goed plan. En wat vinden jullie ervan dat mensen mee mogen beslissen met de inrichting van het plein? Dat is heel erg goed. Ja. Ik heb het alleen nog niet gedaan, maar ik ga het doen. U gaat het nog doen? Ja. Wat ziet u dan het liefst veranderen? Dan zie ik toch bij voorkeur een groenplein. Dit beetje stedelijke gebied. Want het is een mooie groene wijk, dus ik vind dat passend. En u bent het er mee eens? Ja, ik ben het helemaal mee eens. Absoluut. En ze gaan ook de verkeersveiligheid, daar gaan ze ook iets aan doen? Dat is grote noodzaak. Dat is, ja. Zeker hier een stuk. Er wordt veel te hard gereden, dus daar zou ook meer op gehandhaafd moeten worden. Er staat 30 kilometer, maar ze rijden harder. Ja, en wat zouden ze dan daaraan moeten doen? Ja, misschien iets met drempels of zo. Maar jullie ondervinden wel dagelijks hinder. Ik zie dat er gevaarlijk gereden wordt. Ja. Ja. Het is wel een heel leuk plein, maar het is, er staat één bloembak bijvoorbeeld. Er zijn geen speeltoestellen. En dat schijnt niet makkelijk te zijn. Maar misschien dat het wel iets kan veranderen daarin. Daar zou ik zelf voor kiezen. Ik zou dan gaan voor groen. Maar ik kan me voorstellen, en er leven hier heel veel gezinnen met jonge kinderen, dat een speelsplein natuurlijk daar ook gewoon heel erg prachtig is. Alleen je moet wel uitkijken dat er niet te veel discussies over gaan komen. Dat er wel iemand een rode leidraad hebt. Maar dat is wel heel erg fijn. De betrokkenheid naar de bewoners toe, dat is wel heel erg top. Ik hoop dat er de juiste beslissingen worden genomen, de juiste veranderingen. Met name met het snelverkeer. Want hier, ouders rijden gewoon veel te hard. Geen goede overgang, vind ik, voor de kinderen, voor de mensen. Geen zebrapaden. Dus kunnen dan echt het verkeer kunnen ze veiliger maken? Ja. Dat verkeer moet veiliger, ja. Het is net een racebaan onderhand. En als 's morgens de scholen open gaan, kunnen de kinderen niet eens veilig oversteken. Terwijl ze verderop op dezelfde weg wel gewoon voetgangers met overlichten hebben gemaakt. Ja, waarom niet hier? Waarom niet in het centrum? Wel buiten het centrum, maar niet in het centrum. Er zijn wel een paar discussies geweest over drempels, hè, op Facebook en de prikborden, et cetera. En dan wordt er altijd weer aangerecommandeerd van dat gaat niet, want de stadsbus rijdt hier. Maar die man, die bus, die kan toch gewoon over een drempel heen, lijkt mij. Als de snelheid gewoon prima is. Ik woon boven het Kruidvat, dus ik kijk op het plein. Maar die auto's die er allemaal staan, en daar word ik helemaal gek van. Het is nou wel wat minder dat het pinautomaten niet meer is, want toen ging het 's nachts door. Maar nou, die auto's altaar daar voor de winkel, nee, dat is niet prettig. Ook voor mensen die oversteken, dan komt er ineens een auto aangescheurd. En nee. Dus het is vooral het verkeer waar u last van heeft? Maar van het plein heb ik helemaal geen last. En ze gaan het hele plein gaan ze wel natuurlijk helemaal veranderen. En daar mogen de inwoners ook aan meebeslissen. Wat vindt u daarvan? Vindt u dat ook een leuk idee? Ja, dat vind ik een leuk idee. Vooral als je hier zo in de omgeving woont zo. En gaat u het zelf ook doen? Jawel. Ik zou het groene plein kiezen. En waarom zou je daarvoor kiezen? Ik heb geen kleine kinderen meer die hier gaan spelen dan misschien. Maar ze moeten het wel bijhouden dan. Want daar zijn ze niet zo goed in hier. Zo nu en dan heb ik nog wel eens een beetje water meegenomen daar. Maar dat heb ik nou niet meer gedaan. Maar als dat goed onderhouden wordt, dan is het groene plein helemaal goed. Jawel.